de Achterhoek, een glooiend land, gelegen in Oost-Gelderland, waar alles nog zo vredig lijkt te gaan. Een dorp verscholen in het groen, met boerderijen net als toen, alsof de tijd er stil is blijven staan. Het lijkt wel haast een schilderij, het vee al grazend in de wei, een fietspad tussen bos en akkers door. In Beeldschoon Achterhoek gaan wij niet alleen naar plaatsen en gemeenten. Nee, wij gaan ook naar de mooiste plekken van de Achterhoek. En één tip die wij hebben gekregen is een openluchtmuseum in Aalten. En dat is om goede redenen een geheime tip gebleven. Want het is in particuliere handen. Des te meer interessant eigenlijk dat er nog mensen zijn die ons cultureel erfgoed zo behouden en onderhouden. De naam van het museum is Wakelslat. En wat dat betekent, daar komen wij vandaag achter. Ik ben natuurlijk weer in stijl, zoals je ziet. En ik ga vandaag ook niet lopen, want ik heb in het verleden al een keer een mooie auto gezien. En die gaat er nu aankomen. Goedemiddag is het bijna, of niet? Goedemiddag. Nog niet? Nog zo wat, 11:30, ja. Armin Schreuter, hallo. Henk de Bokkel. Mensen, dat is Henk de Bokkel. Ja. Hij is de eigenaar van Wakelslat. Ja, Wakelslat, ja. En hij is onze gids vandaag. Ik zal het tenminste proberen. Ja. Eén vraag heb ik vast. Wakelslat, wat betekent dat eigenlijk? Nou, het is dus... De Wakel is een Achterhoeks woord voor de Jeneverbes, waar Golzers is in Duitsland dus. Ja. En Slat is een lage moerassige plaats binnen een boerderij of een bootje. Hetzelfde gebied, hetzelfde idee als een venenbied in de grotere streek. Dus ja. Wakel Slat. Het is hier het leegste punt van de buurt die ik dus voor je zit. En de Wakel is de oudste bewoner van de Achterhoek. Daar kun je naam daar direct. En die naam zo kozen. Ik vind nog steeds de goede benaming voor dit museum. Dus, ja. Ja. Dus zeg maar weinig mensen wie het weet, dat vind ik me al die eigenlijk wel tegen wel liggen. De Wakel is de oudste struikbewoner van de Achterhoek in de heide dus. Maar daar hebben wij dan nu voor gezorgd dat meer mensen weten. Het vereeuwd worden, ja. Dat vind ik helemaal mooi. Nou, ik zou zeggen, gaan we beginnen? Ja, oké. Ik ben wel benieuwd.
Ja, oké. Ja? Hier loop je dus langs de bakkus. Kun je de streek hier uit. Lintelo dus. Meneer de Bokkel, we staan hier voor een prachtig mooi boerderijtje. Klopt dat? Dit is eigenlijk een stadsboerderijken, hè? Ja. In Bredevoort zien nog meerdere van deze dingen staan. Ik heb dit ding afgebroken in 1989. Dat stond in Aalten. Ja. Dat was een boerderijken dus. En dat was een drieburig gebouwtje dus. Maar verder het museum stil zo'n gebouwtje. Om die reden dat ik het een stuk van mij nam is een stadsboerderijken van gemaakt. Zoals die in Bredevoort meer staan. Het is in 2003 weer opgebouwd. Ja. Ik ben een jaar bezig geweest. En op, wie ziet dat zo wat? Op de delen van het gebouw hier zie je dus de smederij van Nibbeling uit Bredevoort. Die is 100 jaar oud. Daar ben ik eigenlijk wel apen trots op. Ja, maar dat is inderdaad iets om trots op te zijn. Ja, ben ik nog steeds blij met zoiets. Ja. Ja, er zit toch heel veel werk ook in het weer opbouwen van zo'n gebouw, toch? Ik moet echt wel een tik hebben, want ik ben hier al begonnen in 1972. Ik ben begonnen met hier de gebouwen in de streek af te breken. Er zit hier een verhaal aan. Maar in ieder geval... het eerste gebouwtje was een van de buurman hier. Dat moest afgebroken worden. En zijn een verhaal aan. Ik was in 1912 uit Aalten weggehaald en hier bij Hoornburg neergezet. En dan moest dus verdwijnen voor een nieuwe loopstal. En dat wist ik dus. De timmerman waarmee dat afgebroken heeft in leven die dagen nog en in vertellen dat verhaal. En dan, als je het verhaal loopt, maar je meer woont, maar dan kom je in zoiets te zitten. Ja. Ik was afgebroken dat ding toen ik hier neergezet. Daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest. En in de totaliteit zou je dus een stuk of 11 gebouwtjes. Dus alle gebouwen van hier de regio ik bij elkaar had. Nou, dat is dus, daar zie je zeg maar meer van. Maar er zit 42, 43 jaar werk in. Zo. Dus afbreken. Ik heb alles zelf gebouwd ook. Ja. Ja, dat is de clue van zulke dingen. Hè. Niks mooi als je zelf kunt en ook zelf doet. Hè. Klopt. Dat draait alles in mijn zoiets. Ja. En alle gebouwen die hier staan, die zijn dus ook een keer bewoond geweest en daar werd in gewerkt. Ja, ik heb extra gekozen hier daar voor een klein boerderijken. Ja. Zonder dat er geen peer in was, alleen een paar keukens en een paar peursers. En dan komt de nevenberoep achter ook aan boord. Dat is de huiswerverijen dus, de klompmakerijen, de ratmakerijen, de beenhouderijen, het bakhuis. Je staat in totaal dus 8 of 9 verschillende beroepen met de gebouwen, met de inventaris. Je staat in totaal dus 2200 stuk opgesteld en landbouwwerktuigen, gereedschap, bijzonderlijke dingen, maar ook 8 verschillende beroepen die de kleine boerderij eigenlijk beheert. Zo. Dat is een heel verhaal, maar dat is zo wat dat in de praktijk eigenlijk niet goed, goed bent. En hoe het er vroeger uitzag, laten we jullie natuurlijk ook nog zien. En nog een aantal dingen meer, maar... eerst zou ik hier binnen een kijkje willen nemen, mag dat? Nou, als je netjes voor jou doet, dat. Nou, ik ben altijd netjes. Zeker weten. Nou. Laat maar weer voor de. Ja. Ja, dat ben ik. En nu moet ik aan de camera even. Nou, hier ben je dus in dat keuken van dit gebouwtje. Wat ik straks al zei, dat is in 1939 jaar afgebroken. Van de heer Huiting uit Aalten. Hier kun je nog zien, dat is een foto nog ziet op het gebouw was. We hebben dus de keuken en de delen in zijn totaliteit afgebroken hier beneden gezet. Ja. Hier zie je dus een schouw, waar het teruggekomen is. Met vernieuwd in de 30e jaren. De glazen kasten ernaast. En dan zie je daar bij de bedsteen. Je hebt de originele lengte, er is niks aan de rand. Dat is nu mijn onderslag, dit hele stuk door. Dat is 1 stuk gemaakt. Dus hier en daar, de firma Albers heeft de trein overgenomen, de boerderij zo. Die mensen hebben nog hoort om het hele spul uit te zagen. Dat is de onderslag, dan zit je 2 bedstenen, dan zit de originele bedstenen nog in, die ben iemand er 70 lang. Nou, dat je gewoon mensen, dan moet je vandaag de knieën optrekken als je erin liggen wilt. Dit is een hartstikke mooi gebouwtje. De keuken is volledig overplaatst. Dan gooi je van deur, deze deur in, gewoon naar de deur in. Wat ik straks al zei, er is dus smiddelen van Nibbeling opgebouwd. Nou, een klein tussendoortje, in de jaren 80, werd afgebroken in 89. In het Aalse Museum hebben we in 72, denk ik, de schuur restaureerd. En toen kwam ze nog hier, had ik het ding al afgebroken. Heeft ze het nooit tekend, dit onderslag, en heeft ze door in de vrije schuur weer opgebouwd en alleen met nieuw hout. Ik had een oude hout dus. Die is volledig 100% van 1866.
De vloerinitiaal zit er allemaal nog in, de kijkersvloeren. Ik denk dat het een van de mooiste gebouwen in de streek is waar nooit iets anders was. En dat was dus al 150 jaar oud voor het afbroken is. De man is 1989 in de woontenhuiting. In twee vrienden Beulmoetjes zijn is door de gemeente aangekocht en dat naar Albers gewoon even dus in de streetrein van maakt. Dat is best het verhaal van dit gebouwtje. Aan de achterkant de vijver. Maar we laten zien hier was de boom door. Ja. Die hebben hier in 68 hebben hier gebouwd, in 69. En dat was allemaal bouwland hier. Ja. Want er stond zo'n pietje, dat was een schietweer nu in de boomke, een schietweer. Die was niet dikker min pink. Ik frik je nog stoom, maar dat bent eigenlijk wel een zinische vorm hier. Dat is dus nu in 68 stond het ding door. Dat is nu een goede 40 jaar later. Heeft nu een omtrek van 3,5 meter borsthoogte. Is net zo oud als hier de kwentenboom, de amelangier. Je ziet wat het verschil is tussen snelgroeier en hardhout. Ik ben beide even oud. Ja. Nu staan we voor een gebouw, volgens mij is het van 1768, klopt dat? Dat klopt. Deze eerste gebouw wat ik straks zei, dat is dat boerderijkenwerk overplaatst. Ik ben begonnen in 1972 hier aanbroken en in 2 jaar lang weer overbouwd. Ja. Hier is dus volledig, dat is het beginpunt van het hele museum, dus dat is een kleine boerderijken wat geen peren is, alleen maar een paar peuzes en één of twee keukens. En dan komen al die andere nevenbroeken in beeld. En zoals ik straks al zei, dat is de huisweverijen, en dat is de knopmakerij, de ratmakerij, de horderijen, de beenhouderij, het bakhuis, alles is erbij. Maar dit is dus het begin van de hele geschiedenis. Dat is het oudste gebouwtje van 1972. Zo. Daar zit veel meer in, maar dat zie je later misschien nog wel. Maar ja, als we even naar binnen kunnen, dan gaan we binnen ook even een kijkje nemen, ja. Toch? Ja, hier buiten zit de keuken van die gebouw, die je net van buiten gezien hebt. Deze boerderij is volledig intact en volledig origineel zoals het in de 18e eeuw was. Je hebt hier de keuken hier dus. Daar heb je nog een sloopkamer waar de bedstee in zit. Hier in de bedstee. De keuken dus. Goed, dan gooi je naar een washoek heen, nu in een washoek. En dat is de melkhoek, daar bent dus de gebouwtje en de indeling zoals het vroeger was. Door die deur gooi je naar de delen heen en dan kom je ook in het werkgedeelte dus. Ik moet één ding even bijzeggen, uit die inrichting hier van deze keuken ziet, is dus voor die mensen die er wonen te rieken. Ik ben door zijn vuurkikker door, dus alles wat er bij je dat is ook origineel. Maar als je moet je voorstellen, voor de mensen die hier wonen hier daar, er was nog geen tiende part van die steed waar Tony in broek was. Maar het is de eerste plek waar je dit dus goed kunt laten zien, om die reden dat ik dat zo indeel. Maar het zit wel vereenvoudigd en vereenvoudigd luxueus. Het is allemaal antiek rij, maar dat moet je dus goed gedaan, omdat die
mensen op zich vullen zonder leerling door zit hier. Dat is, maar het is een van de mooiste dingen die er steeds hier. Ik ben nog steeds ontzettend blij met. Nou, die 40 jaar nog. Kijk nog steeds met veel plezier naar voor mijn eigen ook nog. En dat is wel belangrijk. Meestal met stukken dingen en hij van een keer zien. Maar hier heb ik nog steeds nog ontzettend veel plezier in. Ik hoop dat veel mensen dat. Er zijn nog veel mensen de westen, ja, maar. Ja. Dat ik hier veel uitschap wijn. Om even te kijken naar de wiemwet of steeds. Wat ik straks zei in de smederij. Er zijn dus spekhangen van ongeveer 1,5 centimeter. Dat was van 2003. Hier is spekking, dat is van 1972. Dan kun je zien in die goede 20 jaar dat de boeren al anders gaan doen. De spek wordt steeds dunner. En het vlees moet dikker worden. Dan kun je zien. En zo'n kleine dingen wordt die landbouw zich ontwikkeld heeft hier in de streek. Wat is dit? Dit noem je dus een schupje hier achter ook. Een schupje. Ja? Ik heb het afgeplaatst in 1981. Ik kom van de familie Esseling van Vreesmuurwoord. Neem mij niet kwalijk. Weet je wat ik beter vind? We gaan nou alles hier uitgebreid vertellen anders. Maar dat is niet de bedoeling. Als jullie thuis dit willen zien. Als jullie hem van binnen willen zien. En wat andere dingen nog willen zien. Ja, dan moeten jullie maar gewoon hierop aankomen, toch? Dat is helemaal goed. Ja? Dat is helemaal goed. Nou. Ik denk van je zegt. Ja, nou, dan gaan we toch even naar de volgende. Oké. Okay. Ja? Doe maar. Ja? Ja, ik heb er een pas gehad. Nou, meneer de Bokkel. Ja, goeiedag. Het klein gebouwtje hier. Kun je ons heel even vertellen wat het eigenlijk is? Nou, net wat je zei, het is een klein gebouwtje. De inhoud is dus een klompenmakerij. Ja. Je kunt me te sparken, je doet staat wat. Misschien ga je vertellen, mooi, maar los. Het zeven los maar komen kijken. Dat is dus niet overgeplaatst, dit is een eigen ontwerp. Oké. Okay. Ja, er stond in Aalten, ik wist een klompenmakerij te stonen, weet je wel. Ja. Waar ik wie de mensen zeggen dat ding, ik kon netjes aanbreken en dan haal ik het op. Even. Maar als het niet van de kom, het is later aanbroken en dus dit ik zelf ontworpen. Dat is dus, maar het is voor iedere authentiek, voor de afbeeldingen dus, maar ik dus niet aan het weghaal. En daar gaan we nu ook niet naar binnen? Nee, daar kom je gewoon niet in. Ja, precies. Want jongens, jullie moeten thuis toch ook nog iets te ontdekken hebben? Ja, zeker weten. Ik hoop dat er wel overblijft. In ieder geval, sowieso. Ja, ja. Nou, wie gaat even verder? Oké. Okay. Nou, ik zie, u hebt niet alleen gebouwen hier, maar ook oude voertuigen en koetsen. En, maar hoeveel zijn er eigenlijk niet al? Dus, nou, hier heb ik dus drie karlozen staan, dus ze zeggen remisen bij wel. Ja. In deze karlozen kun je van mijn oldershuis af. Ja. Je staat dus vervaten in, dus dat moet ik allemaal geen uitleg bij hier. Maar het oudste transportmiddel is een kleedwagen, nu meer hier in achterhoofd. Ja. Daar kun je dus burgers overheen, daar kun je kleed overheen, want daar is je huiskar. Die is van 1873, kun je nog uit de familie? Zo. 1873. Dan ga je weer en dan kom je hier binnen, hier een aparte kar vind ik dus. Dat is de lange koor, zo je in achterhoofd zegt, maar het is de, in Duitsland is de luxe sfeerde kar. Het is puur voor mensen gebruikt en ook voor marktbezoek.
kunt zien, er zit een bankje in. Ja. Die is geveerd helemaal. Je vindt een heel apart, heeft een karbidvlucht. Het is van 1900 in. Ik vind echt bijzondere dingen. Er zit een originele verf op. Nou, die moet je echt met een lem kunnen zeuken, dit spul. Hè. Die brengt echt geen weinig. Daar ben ik eigenlijk wel genoeg probleem met. Ja. In de Noordzee, de Noordstone is weer later. Hè. Dat is, wordt nog iets luxueus, dat hele verhaal. Links van 1910 zit dan kweerslampen op. Dat is een beetje het vervoer van die nachtploeg. Gaan zo was. Historisch in totaal drie van die karloosen. Dit is voor grote materiaal. Daar zit straks een karloos alleen voor grondbewerking ploegen. Ja. En daar een remise voor doskasten. Oké. Nou, dat kun je allemaal uitleg begeven, maar dus, dit is van de hoofdzaak. Jullie zien het zelf. Henk de Bokkel heeft hier niet alleen mooie, prachtige, oude en met liefde gerestaureerde gebouwen, maar hij heeft ook nog 2,5 hectare grond. En dat is niet voor niks, want wie de Achterhoek kent, die weet ook dat de natuur hier heel mooi en dat het hier vooral rustig is. En geloof je het niet, dan luister zelf even. Wat jullie net hebben gehoord, is geen trucje, geen vreemde geluidsopname. Nee, dat was de rust hier in de tuin, hier in de Achterhoek, hier in de natuur. En wat jullie hebben gehoord, er waren bijtjes en ook vissen in de vijver, maar voor de rest niks. En wij gaan nou even verder. Ik hier doe, dat was vroeger eigenlijk de taak van de vrouwleu. Ja, en ook het brood bakken hier achter mij, ja, dat hebben vroeger de vrouwen gedaan. Het is toch ongelooflijk eigenlijk dat iemand zoals Henk de Bokkel nu al ruim 45 jaar bezig is om dit alles hier op te bouwen en voor ons een stuk cultureel erfgoed te behouden. Nou, dit was het voor mij voor vandaag. Ik ga nu even naar de auto. Vandaag zijn we in Aalten geweest bij het Openluchtmuseum Wakelslat. Hier barst het van de verhalen en het leeft door het enthousiasme van eigenaar Henk de Bokkel. Hebben jullie nou zin gekregen om hier zelf ook eens een kijkje te nemen? Let dan wel op.
Het is alleen open voor groepen en op afspraak. Maar je kan er altijd contact mee opnemen. En hebben jullie een tip voor ons? Welke plaats of plek in de Achterhoek wij nodig moeten bezoeken en filmen? Mail het dan naar info@rtvachterhoek.nl. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer.